Toen zijn wij vertrokken. Begin daarboven om 2 uur en om 3:30 waren we dan. Waren we maar in de kliniek aan boord? Nee, ja. Om 3:30, ja. Kijk, het is een boogschut. Dat is een uur en een half. Dat is sterk, ja. Dus en dat je moet terugkomen, dat is ook een uur en een half. 3 uur dat je moet razen voor een bezoek bij de zieken van een paar minuten. Ik heb een kameraad gehad, die sloeg zijn voet op en die brak zijn knoes. Die hebben ze opgelonden en naar Borne gevoegd. Die niet kunnen kiezen waar het naartoe mocht. Dus, en die vrouw kost ook niet rijden, die is ook een probleem. Ja, die moest alle keren wachten naar die familie. En iemand van de familie moest niet daar rijden. Want ze kost ook zelf niet rijden. Dus het groot probleem is dat je over de brug praktisch niet erop als je geen eigen vervoer hebt. De rest van alles is in de Borne. Dat is waar, dat is want ik vind Borne eigenlijk, zeker het centrum en de boerstrook, interessant hè. Ik heb zo gestapt naar een bus, dat die busverbindingen beter waren. Direct naar Ginder, ja. Dat was een ideale oplossing, vind ik. Maar nee, de trein vind ik geen goede oplossing. Nee. Ah, nee, dat je die moet pakken. Nee. Dat vind ik toch niet voor dat klein stukje? Nee. 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 En dat Beveren ook niet. Dan moet dat als land warmen. Beveren alleen, als een gemeente de grote. Ja, als wij naar Beveren moeten rijden, dan krijg je daar vervoer. Dan moet je naar Stoutwerpen of naar Sint-Kloos. En ze zijn ook weer een halve dag weg. Dat is waar. Goed.